dan maak je het verschil. Een leven lang ben je onzichtbaar. Totdat een boerderij afbrandt en een familie met de handen in het haar het levenswerk vernietigd ziet. Je dirigeert de mensen om woede en verdriet heen, laat zien dat onder puin een toekomst ligt. Dat is het echte werk. Dan maak je het verschil. Zoals je vader dat voor jou deed, stap je in je wagen op welk uur van de dag, welke dag van de week dan ook. Breng je rust waar paniek is. Het gaat je niet in je koude kleren zitten. Het komt mee naar huis waar je wordt opgevangen. Het kan eruit op het sportveld, waar je naam op het bord staat. Niet langer zie ik daarin een bedrijf, een schreeuw om aandacht, een vertoon van geld. Ik zie een gezin en een gezinnen waar het mee samenvalt. Het gaat bij ons niet om het goedkoopste. Je zou er eigenlijk bij moeten zijn als een klant na goed gesprek bij ons op kantoor de deur uitloopt, zich omdraait en vol verbazing stamelt: jullie hebben me helemaal niks verkocht. Of wanneer op een verjaardagsfeestje de een na de ander zit op te scheppen over hoeveel korting ze krijgen op hun autoverzekering en een klant van ons zegt: ik heb geen korting, ik heb Yvonne en Frank. Als je fiets gestolen wordt en je kunt het je veroorloven een nieuwe te kopen, dan kun je zelfstandig dat risico lopen, vinden wij. Als jong meisje wilde ik cameravrouw worden of tekenjuf of kleuterjuf of actrice. Mijn vader zei: ik zie jou eerder achter de kassa van de Albert Heijn belanden. Hij zou eens moeten zien hoe een klant bij ons de deur uitloopt zonder dat we hem iets hebben verkocht en later opbelt om te vragen of we als een polissen willen overnemen. Leuk thuiswerken, maar er is ook meer als werk. Een klant wilde vanuit het midden van het land weer in het zuiden komen wonen. Met zijn vrouw had hij een nieuw huis gekocht en het oude verkocht. 2 weken voor de overdracht werd hij ernstig ziek. En na 4 dagen bleek dat hij de overdracht niet ging halen. Dezelfde dag hebben we toen in het ziekenhuis nog een notaris weten te regelen, zodat het testament kon worden opgesteld en de overdracht kon plaatsvinden. Binnen een week was door goed meewerken van de bank ook de hypotheek aangepast. Dat heeft mij aangegrepen. De zoon van deze mensen zie ik regelmatig. Want hij zit in de sponsorcommissie van de voetbalclub waar ik zelf 25 jaar jeugdtrainer ben geweest. Er loopt bijna niemand weg bij ons door de sfeer op kantoor. Ik sta met 2 poten in de klei. Als de wc schoongemaakt moet worden, doe ik het ook. Vreemde eend
in de bijt. Ik zie mijn collega's nooit als concurrenten, maar echt als collega's met wie we samenwerken. Een klant die voor een lagere premie naar iemand anders gaat, krijgt altijd een keurige brief. Bedankt voor het vertrouwen. Mocht het elders toch niet bevallen, schroom dan niet om weer contact op te nemen. Die brief maakt indruk. En ook het feit dat ik niet heb gebeld. Soms komt zo'n klant na 2 jaar weer terug, dan heb je ze. Voor het leven. Het is jammer dat er weinig instroom is van jonge mensen. Vroeger viel ik daar zelf ook onder. Ik ben de zoon van een man die al in 1972 een assurantiekantoor is gestart. Ik neem dat vak nooit over, dacht ik. Jasje, dasje, stoffig vak. Nu lobby ik in Den Haag voor verse aanwas.